boekhandelketen Polaren met vestigingen in Arnhem en Nijmegen heeft dinsdag uitstel van betaling gekregen. Een bewindvoerder moet nu bekijken of het bedrijf nog levensvatbaar is. Polaren kampt met een schuldenlast van 21 miljoen euro en voerde de afgelopen tijd gesprekken met banken en leverancier CB, voorheen het Centraal Boekhuis, over een reddingsplan. Waar de banken volgens Polaren wel bereid waren de schulden grotendeels kwijt te schelden, wilde CB niet meewerken omdat het financiële risico te groot zou zijn. Uitstel van betaling betekent in de praktijk vaak uiteindelijk een faillissement. Hoe kijken conculega's in de boekenbranche naar de ontstane situatie? De Polarenwinkels zijn nu een week of twee dicht. Merkte u dat ook als concurrerende boekhandel in de omzet? Ja, enorm. En vooral hier zijn we in de Oude Mol. Hier iets minder. In onze vestiging in Lux is het enorm druk op zaterdag, vrijdag, elke dag, gisteren. Dus wij zijn, laten we zeggen, met de sluiting van Polaren wat dat betreft heel content, eerlijk gezegd. Ja, we krijgen veel mensen hier binnen die of een boek in bestelling hadden staan bij Polaren, daar bijvoorbeeld niet meer op kunnen halen of niet weten hoe lang het gaat duren. Die dan kwamen vragen of wij het op voorraad hadden, dan wel dat we het konden bestellen voor ze. We hebben wel wat meer aanloop. Echt in de omzetcijfers kan ik het niet heel hard merken, maar wat je zo met vingerspitsengevoel merkt, is dat er wel meer mensen in de winkel komen en mensen toch wel zoekende zijn naar iets anders. Ja. Je zou kunnen redeneren van, nou, het betekent wellicht weer een stukje verschraling van het aanbod in de boekenwinkels. Ja, dat is zeker als het zo zal blijven, dat Polaren dicht blijft, een soort Polaren dicht blijft. Dat zou een enorme verschraling zijn. Dat besef ik terdege. Vandaar dat ik ook geïnteresseerd ben, mocht het niet meer opgaan, om het op te starten met anderen. Het is gewoon jammer. Je gunt een collega ook zijn bestaansrecht. Het is voor de hele branche is dit geen goede reclame. We staan toch al onder druk. De ontlezing vindt toch al plaats. Mensen lezen vaker elektronisch of op een e-reader. Of nou, kijk maar ook naar de kranten. De papieren kranten worden ook volgens mij steeds minder gelezen. Mensen nemen sneller een abonnement. Dus voor het hele boekenvak is dit absoluut geen reclame. Dus wij vinden het alleen maar jammer. Het zou dan ook wat meer om de boeken en eventueel een deel van het personeel gaan dan echt om het gebouw? Kijk, als het allemaal failliet gaat en er is niet een grote jongen als Ahold of noem maar wat, die het geheel overneemt, dan wordt het waarschijnlijk in stukken verkocht. En is er dan niemand die dat kan financieren, ja, dan ben ik er altijd ook nog. Ik ga niet opbieden. Ik ben meer de... Nou, ook niet de reddende engel, dat zou ik wel willen zijn, maar nee, dat ik sta welwillend op de achtergrond. En ik voer wel gesprekken, maar niet echt om in eerste instantie kandidaat te zijn. Collega boekhandel Roelands aangegeven, nou, toch wel interesse te hebben in eventuele overname van het zijn materiaal, personeel, et cetera. In hoeverre geldt dat ook voor u? Niet. Wij hebben onze aandacht denk ik op één locatie hard nodig. En we kunnen dat echt niet over twee locaties gaan verdelen. Dus die interesse hebben we daar ook niet voor. Nou zit u hier buiten het centrum van Nijmegen. Zou u niet naar het centrum toe willen? Nee, liever niet. Het bevalt ons eigenlijk heel goed hier. Het pand is hier ook in ons eigendom. Dus dat scheelt voor ons in de kosten. Ik denk als je in het centrum moet gaan huren, meteen je gewoon gelijk weer veel meer kwijt aan de onkosten. Bovendien merken we dat veel klanten die ons hier weten te vinden het waarderen, dat je hier voor de deur kan komen met de auto. Het is weliswaar betaalparkeren, maar door het betaalparkeren is er altijd plek. Dus we zijn goed bereikbaar via de fiets en de auto. Mensen hoeven het centrum niet in en dat horen we vaak van klanten dat ze dat heel erg waarderen. Wat zou nou er toch voor met name het winkelend publiek de meest ideale situatie zijn? Toch een doorstart van de Polarenwinkels of het overlaten aan de marktwerking? Nou, ten eerste heb ik het niet voor het zeggen, maar ik heb wel een mening. Ik heb, het mooiste zou zijn, denk ik, zoals het nu is, dat het gewoon plaatselijk weer opstart, maar op dezelfde plaats hoeft absoluut niet. Dat, ik denk dat je niet iets wat niet gaat, dat moet je, dat gaat niet. En dan zoek je naar andere wegen om toch het publiek, natuurlijk het publiek is de baas, van dienst te kunnen zijn. En ik denk dat ik dat op zo'n manier zou kunnen, moeten misschien, maar moeten is wat anders. Dat is een hele lastige. Ik denk
Dat het beter is om het over te laten aan de markt. Want een winkel kosten wat het kost in stand houden, heeft in mijn ogen geen zin. Het is natuurlijk als Selectus ook al misgegaan, nu weer als Polaren. Dus je moet wel, denk ik, op allereerste plaats bestaansrecht hebben. En dat blijkt alleen als je dat in de markt laat zitten.